the Trappen auf, the Trappen auf, the Kilder in. And ze liep naar een boekenkast en haalde zo'n doen boekje tevoorschijn. En ze overhandigde het mij. Het was Jip en Janneke. Die versie Jip en Janneke had zo'n 110 pagina's. Op elke pagina stonden er zo'n 80, 70 woordjes. Ik heb natuurkunde gestudeerd. 110 keer 70 of 110 keer 80 wordt, ja, is zo'n 8000 woordjes. Ik heb die 8000 woordjes als een gelovige Jood voor de heilige muur gewoon zo uit het hoofd geleerd. En toen ik al die woorden opgeslagen had, begon ik met mijn eerste boek, De Adelaars. En dan de tweede, derde, vierde, vijf, zes, zeven, acht, 16, 17. En nu heb ik De Kraai geschreven. Het is... Ik heb De Kraai op het, met het oog op jullie kinderen geschreven. Want in die afgelopen 20 jaar heb ik mijn leven in de Nederlandse taal en in de Nederlandse literatuur gestopt. Ik heb zoveel mooie oude juwelen in de Nederlandse literatuur gezien en ik dacht, als immigrant moet ik de schoonheid van de oorspronkelijke bewoners aan hunzelf te laten zien. Daarom heb ik citaten van al die klassieken, van Max Havelaar, van Nessio, van zijn dichtertje, van de donkere kamer van Damaklos, van Hermans, van nooit meer slapen van Hermans, heb ik al die citaten als kleine juweeltjes in mijn kraai geplaatst. En alleen om het aan jullie kinderen te laten zien hoe mooi de Nederlandse klassiekers zijn. Bovendien, de kraai of kraai of kraaien hebben een bijzondere functie in de Persische cultuur en in de Persische literatuur. We hebben zo'n 5000 jaar vertellingstraditie. In alle Persische sprookjes, in het eind van het verhaal, wordt verteld, ons verhaal is beëindigd, maar de kraai heeft nog zijn nest niet bereikt. Dit zinnetje is door miljoenen grootmoeders aan hun kleinkinderen verteld. En op die manier hebben ze een magische vorm aan die verhalen gegeven. Welke kraai? Welke nest? Waarom komt hij nooit? Waarom bereikt hij nooit zijn nest? En ook, de kraai heeft een bijzondere plek in de Persische cultuur. Elk huis heeft een kraai. Of elke kraai heeft een huis. En ze kiezen voor de hoogste boom. En daar gaan ze nesten. En wij weten dat de kraai hier woont. En voor hem zijn vader. Zijn grootvader, ze hebben altijd hier gewoond. En als ze krassen ze, kondigen ze iets moois aan. Geluk aan. Ik heb geprobeerd om die literaire, culturele, Persische kraai naar de Nederlandse literatuur te importeren. De kraai van Boekenbeek geschenk. 2011 is een importkraai. En ik lees een citaat, een gedichtje voor, om jullie te laten zien hoe de kraaien in de leven van onze jongeren aanwezig zijn. Alleen, ik heb even Esther nodig om me te wijzen. Ik heb een sjaal. Hier.
over de liefde en de contacten tussen de jongeren. Het is een liefdegedicht waar de kraai en kraaien alom aanwezig zijn. Wanneer de kraaien over ons huis vliegen en krassen, geven ze te kennen dat jij achter je raam staat. Wanneer de duiven vlucht naar je huis vliegen, brengen ze mijn brieven naar jou. Mijn lief, blijf achter je raam staan. Op een dag zal ik met honderden vogels komen om jou mee naar huis te nemen. Ik dank u. Wil je een citaat voorlezen? Oh, yeah. Zij is de baas van de CPMB. En ze leest iets voor. Neem tijd.